Jolanda, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn maskers weer aan het inpakken. Ik heb ze meegehad naar de kunstmarkt in Haaksbergen. En, maar eigenlijk horen ze in deze periode thuis op de Kunstbrug in Oldenzaal. Dus daar heb ik ze even weggehaald en nu ga ik ze vandaag gauw weer terugbrengen. Gezien dat jij jouw spulletjes terugbrengt naar de Kunstbrug. De Kunstbrug, dat is in Oldenzaal een heel bijzonder project, hè? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een verzameling van 16 kunstenaars. Wisselende exposities. Dus na de 16 kunstenaars komen er weer nieuwe kunstenaars. Dus iedereen kan een beetje zijn werk laten zien. Het is natuurlijk een hele mooie etalage. Ik denk dat de kunst elkaar ook ontzettend versterkt. En het is eigenlijk heel laagdrempelig. Voor iedereen is er wel iets te beleven of iets moois te zien. Dus dat vind ik wel heel erg leuk, de variatie. Ja, je stapt ook heel gemakkelijk naar binnen. Ja, het is inderdaad heel gemakkelijk om naar binnen te stappen. Er zijn ook allerlei activiteiten, leuke workshops. Er wordt van alles georganiseerd. Dus het is voor iedereen. Niet alleen voor de kunstliefhebber, maar gewoon ook mensen die graag naar mooie dingen kijken. En nu exposeer jij hier vanaf mei? Ja, vanaf half mei ben ik hier, heb ik mijn stukje expositie ingericht. En tot ongeveer halverwege september loopt dat. En dan ga ik mijn spulletjes weer inpakken. En dan ga ik weer verder en dan komt er een nieuwe kunstenaar op mijn plekje. Wat ik zo mooi vind aan jouw werk, dat is jij hebt bij alles een verhaal. En dat verhaal dat heb je ook verwoord in kleine gedichtjes. Ik vind het dan leuk om de gedachten die achter zo'n beeld zijn ontstaan, om die dan te verwoorden. Ja, en ik vond het gewoon leuk om dat in een soort dichtvorm te doen. Dus ik denk, kijk eens even hoe mij dat afgaat. En ja, volgens mij is het wel aardig gelukt. Jij bent begonnen met kunst maken om een heel bijzondere reden, hè? Ja, ik tot mijn grote verbazing, want je denkt dat het mij overkomt dat niet, bleek ik ongeneeslijk ziek te zijn een aantal jaar geleden inmiddels alweer. En ik zocht een uitlaatklep om de gevoelens een beetje kwijt te kunnen raken. En die heb ik prima gevonden eigenlijk in de keramiek. Daar kon ik mijn gedachten, het heet ook met bouwmeesters in gedachten, dus het zijn mijn gedachten, zo heel persoonlijk. Ja, ben ik daarmee begonnen en de hele reis gedurende mijn behandelingen en mijn ziek zijn kun je eigenlijk een beetje hierin terugvinden. Maar wat ik zelf nog bijzonderder vind eigenlijk is dat als mensen hier naar kijken en de gedichtjes lezen, dan merk je dat iedereen wel een verhaal heeft. Soms compleet anders, soms komt het een beetje overeen en het ontroert mensen dan omdat zij een stukje van zichzelf daar weer in herkennen. En ik mag dat heel graag horen, ik ben niet bang voor een beetje emotie. En ik vind dat heel bijzonder, want dan doet het dus iets met de mensen. Deze twee horen toch altijd bij elkaar. Want die vertellen samen een verhaal. Ja, dat is toch eigenlijk wel is dit eigenlijk de samenvatting van het hele verhaal. Hè? Hier begon voor mij een hele moeilijke tijd. En waarvan ik dacht van nou, kom ik dit wel te boven? En ik vind dat dat ook echt wel tot uitdrukking komt. En hier, dit vertelt eigenlijk over mij dat ja, het leven toch weer doorgaat en alles weer gaat bloeien. En, Ik geef ook workshops in keramiek. Dat doe ik omdat ik het gewoon heel gezellig vind en ook om mensen om me heen te verzamelen. Want als je ziek wordt en je valt uit het arbeidsproces, dan kom je thuis te zitten en dan wordt de wereld wel heel erg klein. En ik dacht van nou, de energie die ik dan toch inmiddels weer heb, vind ik heel erg leuk om dat zo te doen. Dus ik ontmoet daardoor ook allerlei mensen en hoor weer allerlei verhalen en dat geeft ook weer inspiratie. En dan maken we eenvoudige dingen wat iedereen kan maken met groot resultaat. Nu bijvoorbeeld heel veel klaprozen. En dat komt mooi uit, want heel Haaksberg is natuurlijk helemaal verdord. En de klaprozen die geven weer kleur. Het feit dat jij hier nu exposeert, dat opent ook weer nieuwe deuren, want ik hoorde jou vertellen dat er een kunstwerk van je binnenkort naar Rusland gaat.
Ja, dat klopt. Naast mij op deze kunstbrug staat een dame en die heeft een galerie in Rusland, Sint-Petersburg en in Moskou. Zij halen Russische kunst naar Nederland om te laten zien aan de Nederlanders. En toen ik aan het uitpakken was hier op de kunstbrug, toen vloog ze direct op me af en was heel enthousiast over mijn beelden, mijn gezichten. In Rusland kennen ze eigenlijk alleen gebruiksvoorwerpen in keramiek. En zij was al heel lang op zoek naar iets bijzonders, een mooi gezicht. Zij heeft mij gevraagd of ik een heel hoofd kon maken. Dat heb ik gedaan, dat is inmiddels af en ze is er erg gelukkig mee. Dus deze gaat binnenkort verhuizen naar Sint-Petersburg. Ik ben heel trots op. Een aantal weken ben ik hier nog. En dan ga ik nog naar Ootmarsum. Daar is een hele leuke kunstmarkt. Het is natuurlijk het kunstdorpje van Nederland. Daar sta ik op de zondag één dag. Dat vind ik meer dan genoeg. En kunst in de etalage. Dat is ook in Oldenzaal. Daar ben ik voor uitgenodigd om daarom mee te doen. Heb ik nog niet eerder gedaan. Het is allemaal best nieuw voor me. Maar dat vind ik ook heel erg leuk. En zo rollen we van het een in het ander. Heel, heel leuk pad om te bewonen.